burgemeester van Zuilen van Frins Terdeel. Je valt me de neus in het boeter, want een keertblad uit jong. En dit eerste exemplaar aan jou. Een keertstijd als Frinsjet, wat viel je daar nou bij in die eerste drie mannen? Ik vind het ontzettend leuk. Ik heb laatst een voorwerp moeten schrijven voor een toeristische gids voor Franeker. En daar heb ik gezegd, wel, het is Franeker, dat zijn Stinsen, dat zijn Sterren, dat zijn Academie, dat is Kaatsen. En die vier zijn wat mij betreft gelijkwaardig. En het kaatsen is zo prominent zichtbaar. Hè? Aan de ene kant de kerk, aan de andere kant de plek waar de Charlemagne slot stond en nu de Sjoekeland is. Dus gewoon, dat hoort erbij. Dan is zo'n bijeenkomst mooi, een keertsvreunbeleid is helemaal mooi. Want dan heb je het oude keertsen waarom, hè? Ja, ik vind het, dat was voor mij de totale verrassing. De keertsvreun, nou, ik begrijp dat ik zo meteen ook keertsvreun ga worden. Omdat ik lid ga worden van de vereniging. Foeken zei ik al. Maar het is helemaal goed. Ik ben, wat ik zo leuk vind aan Franeker, is de geschiedenis. En die geschiedenis die leeft. En het kaatsen heeft een hele lange geschiedenis. Ja, ook dat de PC de oudste bestaande wedstrijd van welke sport dan ook in Nederland is. Dat is natuurlijk prachtig. Ik hou van geschiedenis. Maar het is ook een levende geschiedenis. En dat maakt het nou juist zo spannend. Ik heb nog nooit een kaatswedstrijd gezien. Ik heb me wel wat verdiept in de spelregels en dat soort dingen. Maar ja, dat is allemaal theorie en droog. Hè? Ik ben heel nieuwsgierig naar de eerste wedstrijd die ik ga meemaken. En er is me hier al toegezegd dat er een goede begeleiding bij komt, zodat ik het heel snel kan begrijpen. Nou, heel wat tennisachtergrond, dus dat zal het goed komen. En Bob, dat de eerste wedstrijd is ik in van de haardklasse, is ik in Frinsjet. Dus dat zal ik alweer goed komen. Oké, nou, ik heb geen tennisachtergrond hoor. Nee, de enige sport die ik ooit beoefend heb is judo. Dat is wel echt anders. Ook een ingewikkelde telling trouwens. Ik wist niet eens dat Franeker de eerste was, maar dat is uitstekend natuurlijk. We zijn het al, er zit een soort gebeuren van Frinsjet. Met Keertsen zit er een soort gebeuren, culturele haardstijd. Ik daar val jou helemaal met de neus in de boeter zat bij dat hier in Friesland nemen? Nou, ik weet in elk geval dat in het kader van de culturele hoofdstad er een groot internationaal kaatstoernooi komt in Franeker. We hebben niet zo lang geleden besluiten over genomen. De gemeenteraad heeft er ook geld voor toegezegd. De provincie doet daar mee. En dat is gewoon heel erg leuk om de internationale karakter van een sport die hier als Fries wordt beschouwd, maar eigenlijk natuurlijk gewoon een grote internationale sport was. En nu alleen nog maar bij Friesland hoort in Nederland. Hè. Het is natuurlijk prachtig om daar aan bij te dragen dat gaat gebeuren. Hoe is dat in die eerste drie maanden? Wil je dan helemaal overvallen met alle verenigingen? En het keertsen hier, want het bondsbureau is weer omkomen. Dus daar zou je vast wat van mooi krijgen. Hè? Zeker. Het Kaatsmuseum ben ik inmiddels twee keer binnen geweest om te kijken hoe het daar gaat. En dat is een opbouw. Maar meneer de Hiemstra, de voorzitter daarvan, die kan er zo enthousiast over vertellen. En die heeft me dan met zijn iPad erbij. Laat hij gewoon precies zien van kijk, dit komt hier, dit komt daar. En dat ziet er zeer professioneel uit. Dat wordt echt een aanwinst voor de stad. Een nieuwe trekker. En het kantoor van de KNKB, het is natuurlijk prachtig dat Franeker terug is gekomen. En daar heb ik inmiddels met de voorzitter van de PC en de voorzitter van de bond en directeur van de bond om tafel gezeten. In het Fries, ik niet, maar zij wel. En dat gaat hartstikke goed. En wat me dan opvalt is eigenlijk twee dingen. Het enorme enthousiasme en professionaliteit. En aan de andere kant, dat vond ik heel opmerkelijk, toen ik vroeg van wat is het nou? Is het nou cultuur of is het sport? Kwam er volle overtuiging uit, cultuur. Vond ik mooi. En dus viel de keertjes harde sporters? Natuurlijk, het zijn gewoon atleten. Degene die het doen, dan is het gewoon sport. Dan moet je betransporteren. Maar het wordt toch ook, in ieder geval door de mensen met wie ik om tafel zat, gezien als ja, dat is gewoon een element van onze cultuur, net als de taal. Nou, prachtig. Wat om jou hebben wel zin om dat het keertseizoen ik weer begin, want dan weet je tenminste waar dat het om gaat. Klopt. En de nacht van oud en nieuw stond ik in Seksbieren. En er stond er iemand naast me en toen hadden we het ook over het kaatsen en die zei van ik nodig je uit. Nou, vandaag kreeg ik uitnodigingen. Je hebt het nu zelf over Franeker, ik vind het allemaal prima. Ik was in Hitsum afgelopen week bij de ledenvergadering van de dorpsbelangen. En dan zeiden ze, ja, de Old Meyers partij. Nou, ik heb mijn vakantie er al op afgestemd dat ik in ieder geval met de PC weer terug ben. En de Old Meyers is er vlak na. Dus dat zijn er al twee in een week in elk geval. Ja. Wij wensen jou een soort succes, daarmee. Dankjewel en ik ben zeer nieuwsgierig.